Bij ons te gast Richard Orlans. Richard, we hebben hier nog artikeltjes liggen uit de krant. De derby, Gantoise tegen Racing Gent. Jij was er 2 keer bij. Was er veel publieke belangstelling voor die derby? Voor die derby alleen was er bijna onmogelijk, maar veel, veel, veel publiek. Als wij de eerste match speelden, dus op het terrein van Gantoise, die speelden wij voor 23.000 man. En op de Racing Gent kon er niet meer volk 15.000 man. Ja, dus die derby leefde echt in Gent? Dat leefde en dat was dankzij een Gentenaar zelfs. Dat was een hele goede speler bij Racing Gent, Marcel de Korte. En die werd verwisseld met 5 tot 6 spelers van Anderlecht. Zo zijn zij in tweede klasse en uiteindelijk in eerste klasse. En kan men gewagen van terug een Gents derby. Want beide ploegen hadden het behoorlijk moeilijk toen, hè, in eerste klasse. Wij speelden beiden in de lagere regionen. En het was er zelfs om te doen van de Rode Lantaarn niet in ontvangst te nemen. De symbolische Rode Lantaarn. En hoe is dat dan afgelopen? Ik dacht, Racing Gent is dan gedegradeerd? Racing Gent heeft maar 1 jaar in eerste klasse gespeeld. Niet tegenstaande dat we dus met 2 ploegen, Gantoise en Racing Gent, de enige ploeg waren uit Oost- en West-Vlaanderen die dus in eerste klasse fungeerden. De supporters van beide clubs waren die erg verschillend. Kan je zeggen dat Racing Gent bijvoorbeeld eerder het werkvolk aantrok en Gantoise dan... Ik denk dat dat wel een beetje overtrokken was. Er zat toch wel een lichte menig verschil in tussen de beide ploegen. Ja. Ja, was er veel rivaliteit tussen? Rivaliteit tot en met, ja. En hoe manifesteerde zich dat, die rivaliteit? De cafés waren gesepareerd, dus we gingen niet over de vloer bij een Racing supporter als men een Gantoise supporter was. Ja, toch zo sterk. Zo ver dreef men het, om de dorst te lessen. Ja. Was dat ook tussen de spelers zo? Nee, hoegenaamd niet, want ik speel het zelfs. Ik heb 2 keer tegen een collega gespeeld waar ik ganse dagen mee wachtte. Nee, dat is, en natuurlijk, er waren altijd 5 tot 6 Anderlechtenaars, maar er waren ook van andere ploegen. Racing Gent was bijna een hele gekochte ploeg. Ik zie hier de uitslag, Gantoise Racing Gent 1-0. Maar de terugwedstrijd verloor Gantoise dan met 3-0. Inderdaad, dat is dus in de maand december dat een onderkoeld veld. Het was niet zo aangenaam om te spelen, maar toch hebben we die wedstrijd gewonnen met 1-0. En dan kwam de terugwedstrijd. En ik moet zeggen, daar hebben wij verdiend verloren. Ja, 3-0, zware cijfers. Zware cijfers, ja. Dat was inderdaad, we hadden dat hoegenaamd niet verwacht. Maar het heeft niet gebaat, want Racing is de laatste gebleven. Hè, ze hebben wel 3-0 tegen ons gewonnen, maar dan de Rode Lantaarn overlanderd. Maar wij hebben kunnen ontsnappen aan de degradatie. En Gent is jammer genoeg, Racing Gent jammer genoeg, niet kunnen blijven. Ja. Maar voor Gantoise was het begin van een lange reeks overwinningen. Hè? Na die wedstrijd, die 3-0 nederlaag, moesten wij nog 7 competitiewedstrijden afhaspelen. En geen een van die 7 competitiematchen hebben wij verloren. En dat was het begin van de pappaardreeks. Dan het volgende seizoen 53-54, hebben wij dan nog 18 wedstrijden zonder nederlaag ook kunnen doorspartelen. Dus 25 wedstrijden op rij? 25 wedstrijden. Dat is ooit een keer gebeurd met Union Soissons. En die hadden 60 wedstrijden zonder nederlaag.